Het terrein voor de hoofdingang van het Albert Schweitzer ziekenhuis is toe aan verandering. Het loopt tegen een aantal problemen aan. De hoofdreden was het tekort aan fietsstallingparkeerplaatsen. Er is de afgelopen jaren hier heel veel activiteit bijgekomen vanuit de locatie Amstelwijk. Dus het is drukker geworden, meer mensen die hun fiets kwijt willen. En we kregen vaker klachten dat dat dus niet lukte. Dus het is nu de bedoeling om het aantal fietsparkeerplaatsen uit te breiden met 50%. Dat betekent dat er zo'n 70 à 100 plekken bijkomen. En van die gelegenheid maken we gebruik om dit hele voorplein hier wat fraaier en wat efficiënter te maken. Er veranderen hier eigenlijk twee dingen. Waar nu de auto's en taxis komen aanrijden en waar vaak het verkeer opstroopt, daar hopen we dat in de toekomst op te lossen door 3 insteekhavens voor taxis aan te leggen. Zodat zij eventjes uit de rijroute kunnen gaan om mensen te laten uitstappen. En het andere dat hier verandert is dat de luifel die verdwijnt, omdat die eigenlijk nooit goed heeft gefunctioneerd zoals het de bedoeling was. In ons klimaat is het zo dat als het regent, dat het ook onder die luifel regent. Hij is eigenlijk te hoog en hij is ook niet per se nodig, omdat mensen heel dicht bij de voordeur kunnen uitstappen. Mede door de uitbreiding van de fietsenstalling probeert het ziekenhuis het fietsen aan te moedigen. We stimuleren ook onder onze medewerkers om met de fiets hier naartoe te komen. De medewerkers hebben wel een parkeerterrein achter het ziekenhuis, dus we vragen hen ook altijd om niet hier te gaan staan, om die plaatsen voor te behouden aan patiënten. Maar de komende tijd, zeker als de N3 straks langere tijd opgebroken zal zijn, dan is het belangrijk om bereikbaar te blijven en dan zou het heel goed zijn om vaker met de fiets te komen. Wat niet verandert zijn de parkeerkosten. Daar kan het Albert Schweitzer niets aan doen. Helaas is het zo dat de gemeente eigenaar is van dat terrein en ook de penningen daarvan incasseert en daar hebben wij geen invloed op. We zijn alleen heel blij dat in Zwijndrecht en Sliedrecht het parkeren nog wel gratis is op ons eigen terrein. De aanpassingen voor onder andere de fietsenstalling moeten dit jaar nog klaar zijn.